Water, water en nog eens water. Dat is wat Waterschap Hollandse Delta voornamelijk bezighoudt. Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar op deze locatie wordt het afvalwater gezuiverd van zo'n 500.000 Rotterdammers en bedrijven door Waterschap Hollandse Delta. De rioolwaterzuivering ligt tussen de woningen en is zo'n 3,5 hectare groot. Dat is gelijk aan 7 voetbalvelden. Terwijl het leven boven de grond gewoon doorgaat, moeten wij 11 meter onder de grond om de enige ondergrondse rioolwaterzuiveringsinstallatie van Nederland te kunnen bekijken. Bij droog weer duurt het ongeveer 13 uur om het water schoon te maken. Bij regen is dit slechts 3,5 uur. Dit water wordt 3 à 4 keer zo snel gezuiverd als bij een conventionele installatie. De influentfide is de plek waar het vuile water binnenkomt. Vanaf daar stroomt het naar de roostergoedverwijdering. In de roostergoedverwijdering halen we grote materialen zoals wc-papier, haren en maandverband uit het afvalwater. En dat is 10.000 kilo per week. Het grove vuil komt vervolgens in deze machine hier terecht, wordt geperst en vervolgens valt het in een hopper en gaat het in een container en wordt afgevoerd en verbrand. Naast het grove materiaal wordt er met het afvalwater ook zand meegevoerd van de straten. Dit zand wordt verwijderd in de zandvangers. Het water dat is ontdaan van het zand in de zandvangers gaat door naar de volgende stap in het proces. De eerste trap beluchtingstanks. In de beluchtingstank beginnen de bacteriën met het afbraakproces van de stoffen, organische stoffen die af te breken zijn. De ijzerchloride bindt zich aan de fosfaat die in het afvalwater zit en wordt dus opgenomen uit het water, want we moeten fosfaat verwijderen simultaan aan dit beluchtingsproces. Na het beluchten moet het gevormde slip en het gedeeltelijk gezuiverde water weer van elkaar gescheiden worden. Dit gebeurt in de tussenbezinktanks. De tanks waar het water doorheen gegaan is op dit moment is ongeveer 60 meter lang. Dat is de tijd die het water nodig heeft om de slip te laten bezinken. Nou, en hier zien we een resultaat van wat er dus eigenlijk over de rand stroomt en wat dus 75% gezuiverd afvalwater is. Na de tussenbezinktanks gaat het afvalwater naar de volgende behandeling, de tweede trap beluchting. Hier wordt vooral stikstof en het overgebleven vuil verwijderd. Na de tweede trap beluchting gaat het afvalwater met daarin de bacteriën als slip ook weer naar een nabezinktank. Dit werkt hetzelfde als in de tussenbezinktanks. Het grootste deel van het slip wordt uit het water gehaald door kettingruimers. En nu ga ik eens kijken hoe schoon dat afvalwater nou eigenlijk is. Het gezuiverde water wordt aan het eind van het proces met pompen in de Nieuwe Maas geloosd. Zo draagt Waterschap Hollandse Delta bij aan schoner en gezonder rivierwater.